Hoi, dit is het weekoverzicht van Sofon van vrijdag 1 april. Met deze week nieuws over broedvogels, broedvogels en nog eens broedvogels. En de merel. Want in het jaar van de merel kijken we met elkaar naar wat de merels eten. Inmiddels hebben we zo'n 300 tellingen per week binnengekregen. En de deelnemers die kijken naar hoeveel merels er in de tuin zitten en waar ze van eten. We hebben de resultaten van de eerste wintermaanden voor je op een rij gezet. Gemiddeld zaten er zo'n 3 merels in een tuin van een deelnemer. De merels aten vooral uit de border. Je weet wel, dat is dat stukje grond waar de plantjes staan. En de klimop en het gras was wat minder in trek. En in heel veel tuinen was ook voer aanwezig voor de merels. Wormen, insecten en andere geleedpotigen zijn onder de bladeren in de border het beste te vinden voor de merels. Zeker nu door de droogte het gazon wat uitdroogt. Met deze telling hopen we een beter beeld te krijgen van welk voedsel er voor de merels aanwezig is en of ze er ook gebruik van maken. Je kunt het hele jaar nog meedoen aan deze telling. Wil je daarover meer weten? Kijk dan op onze website jaarvandemerel.nl. We hebben het niet voor niets over broedvogels, want het broedseizoen is weer begonnen. En er is een vraag die vogelonderzoekers zich elk jaar weer stellen en dat is, hoeveel jongen worden er groot? Om die vraag te beantwoorden worden we geholpen door vogelringers. Die vangen op 41 vogelringplaatsen, zogenaamde constant effort sites, bestructureerde vogels en voorzien ze van een ring. Samen met het vogeltrekstation hebben we de resultaten van het afgelopen jaar voor je op een rij gezet. 2021 was met zijn natte en koude meimaand geen goed jaar voor de struweelvogels. En dan moet je denken aan hegemussen, braamsluipers, tuinfluiters, vitussen. Die hebben allemaal vrij weinig jongen grootgebracht in het afgelopen broedseizoen. Meer resultaten van het CES-project vind je op onze website. En dan nog iets over ringen en vogels. Kijk, deze bontplek... Bontbekplevier op Tesselis. Het vrouwtje draagt kleurringen om haar poten. En samen met onze onderzoekspartners hebben we de afgelopen jaren honderden vogels voorzien van dergelijke kleurringen. Dat doen we om te kijken of de beschermingsmaatregelen van het project Wij en Wat Vogels om onze kustbroedvogels te beschermen, of die werken. En dan gaat het om kluten, plevieren en sterns die in de Waddenzee, in de Delta en op de Marken Wadden broeden. Kom je dit voorjaar in een van deze regio's, kijk dan goed of een van deze vogelsoorten een kleuring heeft. Je kunt deze dan doorgeven via CR Birding Submit. Je kunt dan ook gelijk zien of deze vogel eerder is gezien en waar deze vandaan komt. Dit was het weekoverzicht. En dan nog een kijktip. Op beleefdelente.nl kun je het nest zien van een visarend in de Biesbos. Al op 25 maart kwam het mannetje terug, 1 dag eerder dan ooit. Vrouwtjesvisarenden komen meestal een paar dagen later terug dan de mannetjes. Dat kan dus elk moment voor het oog van de camera gebeuren. En check ook de merel. Gaan die weer broeden op hun vaste nestplek? Kijken.